Nee, zeg ik u, ik blijf op mijn kamer. Je belooft dat je gaat optreden. En het is Juliette haar verjaardag. Je mag toch eens iets terugdoen voor iedereen hier? Ik zal iets terugdoen? Kijk wat verdomme mijn neus verkocht voor dat krot in te kunnen betalen. Sylvain. En daarbij, het is me kan tijd voor tafel teken. Het is 2:30. Ah, wij ja. Mag komen, hè? Dames en heren, en vooral onze jarige Juliette. We hebben hier al optredens gezien van Luc Steno, Danny Fabri. Echte artiesten. Hela, ben ik ook een echte artiest. Ik zeg, godverdik, wat dat in zelf doet, hè. Ik haal hem. En daarbij, waar zijn die apjes? Hadden gezegd dat die... Dat is voor straks. Apjes vrienden. Kijk, ik honger zijn, jongen. En dan een keer iets voor te drinken, als je wilt. Maar geen water, hè, want ik ben geen vaas verbloemen in te zetten, hè, zeg. Naar beneden, directeur. Ja, dank u wel. Beste medebewoners, ik zing voor u met veel plezier mijn leeflied. En geef me niet meer hier. Steek me niet meer hier. De moeder dat u versmeert. En steek me niet meer hier. Zijn als de schier de schier. En steek me niet meer hier. En zijn ogen nog niet hier. En steek me niet meer hier. Polonaise! Steek me niet meer hier. Goed, Timothy. Allee, Fred. Polonaise. Allee, Fred. Al mijn truffelke maas staat een keer recht, check. Wat voor dikke. Dit is Polonaise. Doe een keer mee aan truffelke maas. Heb ik weer van niet zeker. De dat is de volume. Kom. Kom, kom. Allee, maar met die mensen moet ik het een blok rond. Kom aan, Polonaise. Allee, Fred. Kom maar door, kom maar door. Kom maar. Ik steek nog niet hier. Ik steek nog niet hier. Jouw zakken zijn er allemaal goed in getrapt. Oh, kijk, mijn schone taart. Oh, ziet er heerlijk uit. Smakelijk, Sylvain. Smakelijk. Oh, kijk dan een keer met kaasjes en al. Voilà. Ja, maar ik ga beginnen. Gewoon een keer proeven, hè. Oh, dat begint niet te... Hé, zit je gezond? Wat was er nu voor nodig, Timothy? Wat verdomme toch!